Hey allemaal, daar ben ik weer. En vandaag weer vanuit de suite. Nog steeds leeg, zoals jullie zien. Van de week kreeg ik een heel bijzonder telefoontje. En dat ging over een van onze bewoners hier op het terrein. En zij is, toen zij ongeveer 6 jaar was, vanuit Amerika op het vliegtuig hier naartoe gekomen. En sinds dat ze 6 is, woont ze dus eigenlijk al hier in Nederland op het terrein. Nou verandert er wel eens iets in de wetgevingen en de regeltjes en zo. En door het veranderen van die regeltjes zijn er een paar problemen ontstaan voor Joy. Nou, degene over wie het gaat vandaag. En daar hebben ze heel erg hard hun best voor moeten doen om die problemen op te lossen. Hé hey jongens, kijk eens wie dat er is. Jullie kennen haar al, hè? Dat is Michelle. Die werkt bij ons. En Michelle, die heeft echt super hard haar best gedaan om voor Joy echt, nou ja, misschien wel het onmogelijke te regelen, heeft zij voor elkaar gekregen. Vandaag gaan we eigenlijk iets heel bijzonders doen, hè, heb ik begrepen. Ja. Wat gaan we nou eigenlijk doen vandaag? We gaan vandaag met Joy mee naar het gemeentehuis. Ja. En daar gaat zij haar Amerikaanse paspoort. Mag ik hem iets beter laten zien? Kijk jongens, dat ziet er heel anders uit dan een Nederlands paspoort. Ja. Dit is een Nederlands paspoort. Dit is mijn paspoort en Joy krijgt dadelijk ook een echt Nederlands paspoort. Zien jullie de verschillen? Maar Joy heeft dus nog niet zo'n rode, die heeft alleen de blauwe. Ja. Maar dat is eigenlijk heel raar, want Joy die woont echt al super lang hier in Nederland. Dat klopt. En Joy is komen wonen in Nederland toen ze 6 was. Ja. En dat is altijd goed gegaan. Ik heb ze ook een pasje gekregen waardoor ze dus in Nederland mocht blijven wonen. Maar nu zijn de regels een beetje veranderd in Amerika. En dat heeft hele grote gevolgen voor Joy. Waardoor we dus hebben moeten zeggen van hey, je moet kiezen of een Amerikaans paspoort of een Nederlands paspoort. En omdat Joy natuurlijk in Nederland woont, is een Nederlands paspoort wel heel belangrijk. Ja, maar dan is dat toch heel moeilijk om allemaal te regelen? Ja, want normaal gesproken moet je dat zelf doen. Dan moet je ook je geboorteakte laten zien. Waarop staat waar je bent geboren, in welk dorp je bent geboren en wie je ouders zijn. Nou, dat had Joy al niet. En anders zouden jouw ouders jou daar ook nog bij kunnen helpen. Nu heeft Joy dus al vanaf dat ze heel klein is geen contact meer met haar familie. Dus Joy kon het niet zelf regelen. Dus daarvoor hebben we heel hard ons best moeten doen om ervoor te zorgen dat het toch gelukt is. En dus eigenlijk hebben jullie een brief gekregen nu dat we vandaag naar het gemeentehuis kunnen dat het gelukt is. Ja. Dat is echt een feestdag dan. Ja. En normaal gesproken zouden jullie natuurlijk ook groot feest maken dan. Klopt. Maar ja. Dat is nu een beetje anders. Dat mag tegenwoordig even niet. Dus dan gaan we het mooi filmen, zodat toch iedereen erbij kan zijn. Het zal heel leuk zijn. Ja. Superleuk. Nou jongens, ik ben bij het gemeentehuis nu. En volgens mij komt net Joy daar al aanrijden. Oh, je hoort de bel zelfs. Kijk, als wij nou een beetje draaien, dan zien we daar een witte auto. En ik denk dat Joy daar zo uitkomt. Jongens, heel bijzonder. Ik ben mee in het gemeentehuis. Kijk, en Joy die zit daar al te wachten. En iets verder, kijk, daar worden de officiële papieren al ingevuld. Hey. Hey Joy! Even kijken, hè? Die kan er kijken, hè? Denk erom, hè? Kijk eens. Hé, hey, kijk eens. Wauw!
eruit. Is het goed gegaan? Prima, hè? Het is maar goed dat we niet te lang duren, anders had ze de hele snoeppot meegehaald. Goed zo, mooi. Ja! Hey. Kijk eens wat mooi, Joy. Je hebt ballonnen. Hey, kijk eens, hé. Dankjewel. Kom eens even. Kijk eens. Kom eens. Kom op. We horen erbij. Wat gaan we met de ballonnen doen, Joy? Oh, dat is mijn hoofd wat. Hey, hallo. Nubbels. Hey, kom op. Nubbels. Kom op, hey. Nubbels. Kijk eens. Kijk eens, mooi. Op het vlag. Daar hangen ze ook eens even vast over. De Hollandse vlag. Het is gelukt. Hey. Yes! Hey! Hey Michelle, ik zag dat Joy een hele officiële brief had gekregen. Mogen wij weten wat daarin staat? Ja, daar staat in dat onze koning van Nederland... Ja? In de brief staat er... Zijne majesteit, de koning der Nederlander... heeft besloten... Ja? Dat Joy vanaf vandaag officieel Nederlander is. Yes, dus het is gewoon echt officieel gelukt nu. Het is gelukt. Oh.